Jan-Peter, zou je mij willen helpen aan een intro van je vlog? Natuurlijk, leuk dat je kijkt. Dankjewel. Ruud Lubbers was voor mij, zoals voor zoveel mensen, de premier van mijn jeugd. Man met een enorme staat van dienst, onder andere rondom het thema duurzaamheid. Mooi was het daarom om deze week, bij het symposium rondom Lubbers duurzame nalatenschap, stil te staan bij de betekenis van zijn rol en zijn werk op het gebied van duurzaamheid. En de opdracht om daar juist vanuit het politieke midden vorm en inhoud aan te geven. In het Jeugdjournaal was het verhaal van de 11-jarige Lorenzo te horen. Net als sommige andere kinderen moest hij lang wachten op psychische hulp. En dat kan niet. Wie hulp nodig heeft, jong of oud, moet dat zo snel mogelijk krijgen. Met gemeenten en zorginstellingen heb ik daarom afspraken gemaakt dat er nog dit jaar in iedere regio een aanpak is om wachtlijsten terug te dringen. Meer zorg, minder papier. Dat willen we bereiken met het programma Ontregelde Zorg. Minister Bruins, staatssecretaris Blokhuis en ik willen dat onnodige regels aan de kant worden gezet, zodat professionals hun werk weer beter kunnen doen en meer tijd en aandacht hebben om zorg te verlenen. Snappen of schrappen, dat is ons motto. Samen om tafel en die regels opzij zetten die goede zorg in de weg zitten. En op bezoek in verpleeghuis De Zeven Schakels in Zevenbergen zag ik dat het kan en dat het werkt. Ik mocht kennis maken met Michel, die woont in een focuswoning in Schiedam. 24 uur per dag is daar iemand aanwezig om op te roepen, om te helpen, om te assisteren bij alles waarvoor je hulp nodig hebt als je ernstig beperkt bent. En hij liet me zien hoe belangrijk het voor hem is om echt zelfstandig te kunnen wonen. Ja, in mijn hoofd ben ik zo gezegd niet beperkt. Nee. Alleen mijn lichaam wel. En je wilt toch net zo normaal als ieder ander je leven kunnen leiden. Ja. En een dag later spraken we in de Tweede Kamer over hoe waardevol het is. Het draagt bij aan het gevoel om er echt bij te horen. Echt zelfredzaam te zijn en niet bij alles afhankelijk te zijn van anderen. Het draagt bij aan een inclusieve samenleving. Ontzettend belangrijk. Zo, dat was het weer voor deze week. Volgende week weer een nieuwe vlog. En voor nu, leuk dat je keek.